Vandaag brengen wij een bezoek aan het nieuwe paviljoen Het Houtse Meer aan de Pannenhuisstraat te Den Hout. Bij het oprijden van de parkeerplaats zien wij het bord. De bar is nu dagelijks geopend van 10 tot 6 uur. En dat komt natuurlijk goed uit op zo'n mooie warme zaterdagmiddag om 30 augustus. We parkeren onze fiets en gaan naar binnen. De deur staat dan open en we zijn welkom. Er is hier geen bodyguard nodig, daarom kunnen we zo doorlopen. Door het venster te kijken hebben we een goed overzicht van de zaal. Het is er erg druk. De hal geeft toegang tot links de keuken en toiletten en rechts de feestzalen. We melden ons eerst bij Robert Tulp en vertellen hem dat we wat foto's willen maken en komen filmen. Hij gaat ermee akkoord. Rechts is de kitchenette en is momenteel nog niet in gebruik. Vanavond vindt er het eerste feestje plaats. Bij de bar wordt druk getapt en bestellen ook een biertje van de tap. De bedienden hebben het ook erg druk met volle en lege glazen. Binnen is het heerlijk vertoeven en met een mooi uitzicht op het meer. Buiten op het terras staan de parasols van Hertog Jan. De Hertog Jan Brouwerij is een Nederlandse brouwerij gelegen in Arsen, Limburg en brouwen verschillende biersoorten. De biersoorten bijvoorbeeld Hertog Jan Bokbier, Hertog Jan Oerblond, Hertog Jan Triple en nog vele andere soorten. De buitenwand weerkaatst als een spiegel en geeft nog veel meer ruimte aan het terras. Het meer is mooi blauw en is ontstaan door de zandwinning door Jacaron BV. Voorheen had het meerdere namen, zoals de Zandput van Jacaron, de Plas van Caron, de Aalse Plas, maar nu is de officiële naam het Houtse Meer. De scheiding is van hout en de palen bepalen de grootte van het gehele terrein. De totale wateroppervlakte is 28 hectare. De diepte is 19 meter onder NAP. Het gebied heet de Bergse Akker Ter Aals. De omgeving. Op de hoek de Ter Aalsterbrug. Fietspad Markenaal Zuid. De appartementen van de Vlindervallei aan het landkaartje, Vrachelen 3, rechts hiervan de Oude Herweg en de Pannenhuisstraat geheel rechts. Je ziet altijd weer bekenden en wensen ons met het filmen veel succes en proosten op onze aanwezigheid. Het is verboden te zwemmen, maar misschien komt er nog wel eens recreatie. Van bijvoorbeeld waterfietsen, kanoën enzovoorts. We verlaten het mooie paviljoen Het Houtse Meer. Met dank aan Robert Tulp, een directie en personeel voor de gastvrijheid. Het is zeker een bezoekje waard. Die